Want toen ben ik geworden, anders kom je op een Turkse zender. Kennen iemand? Ja, als je niet verstaat, dan gaat het snel. En verrollen. Oké, dames en heren. We hebben allemaal gestemd. Ik ben niet gek. En ik hoor net dat er heel veel mensen thuis ook meekijken. Dus kijk, dan zijn de mensen ook al engaged en dan weten ze ook weer dat ze erbij zijn. Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat deze mensen ons volgen. En die gaan dan nu ook bij dat spannende moment komen. Dat we jammer genoeg tegen vier deelnemers van de avond gedag moeten zeggen. In willekeurige volgorde gaan we voor deze tweede editie van de Poetry Slam Rotterdam afscheid nemen van Lukman. Dat mag inderdaad gehuild worden. We gaan afscheid nemen van Erwin de Librarian. We gaan afscheid nemen van de man die de trein heeft getrotseerd, George van Loon. En we gaan afscheid nemen van inderdaad, we houden dus inderdaad over Gibret de Poet, Paula Noordin en Halima. Ja. Hun kunst te vertellen. Ik geef ze even één minuutje de tijd om even hun gedachten te ordenen, hun ammunitie te pakken, voordat ze in deze volgorde het podium gaan betreden. Namelijk Halima als eerst, Noordin als tweede, Gibret als derde en Paula als vierde. Duidelijk? Oké, doen we nog een half nummertje van de DJ. Yes! Ja! Er mag gedanst worden. Yeah.